vader die heeft ook op de Rietveld gezeten. Hij was een tekenleraar. Hij schilderde echt een beetje naar de stijl van oude meesters. En we gingen vaak naar het Boijmans Museum in Rotterdam. En het raakte me niet, maar muziek daarentegen raakte me echt heel diep. Dus ik dacht, ik wil pianist worden. Ik weet niet of ik wel goed genoeg ben. Dus ik heb ook voorbereidend jaar voor het conservatorium gedaan, maar ik heb nooit toelating gedaan. Buiten dat vond ik het heel erg leuk om dingen uit te vinden om te bouwen. Dus ik dacht, misschien wat ik uitvinder worden. Maar wat me raakte was, ik vond het leuk om mensen te laten lachen. En ik dacht, ik wil misschien als ik geen pianist word, wil ik acteur worden of komiek. En ik heb toen de zaterdag cursus op het Hofpleintheater gedaan in Rotterdam om me voorbereiden om acteur te worden. En op een gegeven moment kwamen de mensen daar bij me zitten en die zeiden tegen mij, acteren stotter, ik stotter heel erg, verzin even wat anders. Ik had allemaal dingen die ik graag deed, die ik leuk vond. En eigenlijk durfde niet of met me ontraden om het te doen. Maar toen ik later naar de kunstacademie ging, toen kwam het allemaal samen. En toen dacht ik, nou, hoe kan ik mezelf zijn? Dingen doen die ik leuk vind. En ja, hopelijk dat ook mensen raakt. Muziek was mijn eerste liefde en ik heb ook geabstraheerd hoe componisten werken. Volgens mij nemen die hun gemoedstoestand als een zoeklicht. En op een gegeven moment dan bubbelt er iets op en denken, ja, dat is het. Dus ik werk eigenlijk op exact dezelfde manier. Dus ik eigenlijk het meeste wat ik doe, een beetje rondhangen. En soms dan zie ik wat en denk ik, ja, dat is het. En ik weet dan wel waarom het zo is, maar ik kan het niet verbaliseren. Dat is niet mijn taak als kunstenaar, vind ik. Met mijn eindexamen film nummer 2. Dat was voor het eerst dat ik met een cameraman werkte. Maar ik woonde toen in Sint-Petersburg. Ik had op één dag 3 momenten die me bijbleven. Ik studeerde ook Russisch. En toen in de ochtend moesten we een contactadvertentie over onszelf schrijven. Toen schreef ik een beetje sarcastisch op. Utram Yanimagu Stawa Njom Kusna in Noordju Yanimagu Spaat. Wat betekent, dus, 's ochtends kan ik niet opstaan, 's middags vervel ik me en 's nachts kan ik niet slapen. Daarna ging ik naar de campus waar ik woonde, want ik studeerde toen een maand in Sint-Petersburg. En we keken toen over een gigantische snelweg. Er was een loopbrug over. En iemand die had geen zin om die loopbrug te lopen. Hij rende gewoon de snelweg over. Die werd keihard aangereden door een auto die gewoon echt met weet ik veel hoeveel snel 120 reed of zo. Die auto stopte. De rijder was een ongeloof. Hij probeerde die man overeind te zetten. Die was morsdood, dus die viel in elkaar als een zak aardappollen, zeg maar.
Ik zat toen naar haar te kijken met een vriendin van mij, die ook Russisch studeerde. En wat wij vaak deden, was met onze studentenkaart, was alle cultuur gratis. Wij gingen vaak naar Mariinsky Theater in Sint-Petersburg naar ballet te kijken. En nadat we dat hadden gezien, toen dacht ik, okay, nu wat? Okay, nou ja, laten we een fles vodka kopen en gaan we naar klassiek ballet kijken. Toen deden we dat. En toen s'avonds lag ik in bed en die dingen die bleven maar opwellen op een bepaalde manier. En wat ik net zei, dat ik probeer net als een componist te werken. Hè? Ik kijk gewoon een beetje rond en die drie dingen, dat past allemaal, dat zei alles. Niet op een verbale, maar op een beeldende manier. Toen ging ik terug naar Amsterdam en toen maakte ik dat mijn eindexamenwerk. En die manier van werken is eigenlijk nog steeds gelijk gebleven. Ik vond het leuk om mensen te laten lachen. Ik dacht, misschien kan ik komiek worden. En toen ik later op de kunstacademie zat, toen kwam er achter dat ik heb één pikzwarte dramatische kans. Echt te zwaar. Maar daar tegenover staat dus totale stomzinnige kant. En ik kwam er eigenlijk bij nummer 2 achter dat als ik die twee dingen combineer, dan heb ik een werk wat mensen raakt en wat ook uniek is. Dus het zijn gewoon twee extreme kanten van mijn wezen. Wit en zwart of hoe je ook wil. Nou ja, nummer 8, dat is mijn hitsingle. En voor mij was het echt een 5 seconden ideetje. Want ik was toen in Finland, want ik heb een Finse partner. En we gingen toen in de winter heen naar een eilandje voor de kust van Helsinki. En we gingen met een bootje daarheen. Wat werkte als een ijsbrekertje en ik stond op de boeg van dat bootje daar beneden te kijken. En wat ik net ook zei, ook, het enige wat ik doe is rondhangen en ik laat me leiden door mijn gemoedstoestand. En ik zag hoe dat ijs brak en ik dacht, dit is het, dit zegt het. Ik vroeg me af, zou je ervoor kunnen lopen? Nou, dat heb ik toen geregeld. En ik had een beetje een down dag en toen dacht ik, oh, dan moet ik weer meedraaien met de aarde. Moet dat? Nee, volgens mij niet. Dus toen ben ik een beetje gaan studeren en toen dacht ik, nou ja, maar als je op de Noordpool, de Zuidpool staat, en hè, dan kun je gewoon een dagje, het kan. Je kunt één dag hier niet meedraaien met de wereld. Misschien echt finale van een buitenbeentje zijn, zeg maar. Ik ga één dagje niet meedraaien met de wereld. Ik hou van uitdagingen. Toen dacht ik, nou ja, grootmeester worden, waarom ook niet. Mijn vader heeft me leren schaken en ik dacht, nou, dat ga ik proberen. En ik had toen ook net nummer 9 gemaakt daarvoor. En toen had ik zelf muziek geschreven voor de piano. En ik wilde eigenlijk ook voor andere instrumenten schrijven. Dus ik heb toen een jaar orchestratieles gehad in New York. Ik kwam ook achter hoeveel tijd het zou kosten om grootmeester te worden. En dan ben je grootmeester. Dat is ook
misschien de moeite niet waard. Dus ik dacht, daar heb ik maar een film over gemaakt. En ik had toen een schaakpiano gemaakt, hè, want een schaakbord en pianoklavier lijken heel erg op elkaar. Formeel ziet het hetzelfde uit. Ook een schaakbord heeft 8 vakken, dat is een octaaf. Dus in die zin weer een beetje afofemie. Ik zag allemaal parallel, ik dacht aan een ding bouwen. En dat was ook mijn eerste liefde, want ik wilde eigenlijk uitvinder worden. Dus schaakpiano bouwen.